De toerismesector in Saramacca komt na een stille periode vanwege de coronacrisis langzaam weer op gang. Ondernemers die de gewoonte hadden om tentjes langs de weg in Groningen neer te zetten, durven nu weer te verkopen. De kopers zijn veelal lokale toeristen die het gebied opzoeken voor vertier. De toestroom van buitenlandse toeristen blijft echter uit, omdat de grenzen nog niet open zijn. We spraken met Nowilia Tauyuran Sabayo, die bijouterieën verkoopt. Wel, het gaat niet zo vlot als voorheen, voor COVID. Maar je moet hoop blijven hebben. Hè? Ik kom elke zondag, want voor mij is het ook een uitje. Hè? Je zit langs de rivier, de wind waait lekker. Er komen mensen met wie je een babbeltje houdt. En je stelt je producten uit. En de mensen vinden ze altijd mooi. Ze zeggen, u hebt hele mooie, ze maken me complimenten. U hebt hele mooie sieraden en spullen. En dan kijken ze even en als iets in hun belangstellingssfeer is, dan kopen ze die. Hoe lang zit u in dit vak? Ik kom al 11 jaar hier. Elke zondag kom ik met heel veel plezier. Soms kom ik met mijn zoon, soms kom ik met mijn man, soms vind ik iemand anders om mee te komen, een buurtjongen of zo. Want je moet iemand hebben om je te helpen om alles uit te stallen en ook weer op te ruimen en toezicht te houden. Maar ik vind het fijn om hier te zijn, elke zondag, als het nou regent of niet. Ik zeg altijd tegen mijn zoon, als hij me zegt, mama, het regent vandaag. Dan zeg ik, na regen komt zonneschijn, dus dan komen we toch. Tauyuran Sabayo deelt haar ervaring van 11 jaar met ons. Ze is er trots op dat haar producten wereldwijd bekend zijn geworden. Na die 11 jaren zijn er nog steeds mensen die me voor het eerst hier zien. Maar er zijn ook anderen die zeggen van, hoe gaat het met u? Ik ben al eerder hier geweest, ik heb spullen bij u gekocht, ik heb vaker gekocht. Ik heb ze zelfs naar Nederland gebracht, enzovoort, enzovoort. Dus mijn spullen gaan de wereld rond, zou ik zeggen. Want in het verleden, voor COVID, kwamen er Duitse toeristen, mensen uit Australië, Venezolanen. Ja, ik heb uit verschillende landen, heb ik ook, dus uit Europa en Zuid-Amerika heb ik hier mensen gehad. Dat was Nowilia Tauyuran Sabayo, met wie we een gesprek hadden in Groningen, Saramacca. De toerismesector in het district begint langzaam weer op gang te komen.